Het is woensdag en wij zijn bezig voor het kerstdiner voor Dominika op school. Mama? Ja? Hij is zeker niet uit. Oh, hij is te groot. O jee. Nou, even kijken. Nou, kijk, en zo maken we hele mooie... Ja, wat zijn het? Kerstboompjes, dingetjes. En cadeautjes en nog snoepjes. Ja, lekker hè? Nou, ja. Oké. Let's go. Wij vliegen nog even door, want we hebben kerstspekjes. En lekkere bananen. En stokjes. Oké. Wel helemaal doorduwen, hè? Tot aan de bovenkant. Ja, moet even om. Heb je nieuwe sjaal? Hey Tinus. Heb je nieuwe sjaal? Tinus, dan moet je het zo doen, hè? Kijk. Nee. Heb je nou zelf een sjaal... Wil je even het licht aan doen? Heb je nou zelf een sjaal gepakt? Hè? En helemaal zelf omgedaan? Oh, het is snotneus. Nee, hè? Hier. Zo, het is donderdag en ik sta op het punt om naar mijn werk te gaan. Met Dominika eerst naar school brengen met mijn jasje. En dan vanavond na mijn werk dan ga ik lekker naar de kapper. Dat is ook wel fijn. Kom eens hier, Boas. Boas die gaat altijd naar de gang. Nou, hartstikke. Goed. Even denken, wat wou ik nou zeggen? Het is bijna vakantie. Ik heb mijn laatste dagje vandaag. Voor de vakantie. Voor de kerst. Ik heb kerstcadeautjes. Die moet ik nog eventjes in mijn tas doen. Dus die. En dan zeg ik, dan ga ik vanavond naar Opetum. En dan... maak ik mezelf helemaal kerstproef. Beek, handjes wassen. Ja, mijn boos. Boas, nee. Oh ja, en Dominika die gaat vandaag naar de kerk. Hè? Je gaat naar de kerkviering. Dus Dominika die heeft een jurk aan. Alleen, je moet hem wel even... Zo. Boas loopt nog steeds met zijn sjaal. Ja, dat is Dominika de sjaal, maar dat geeft niet. Ja, hallo. Wil je ook even dag zeggen? Hallo mensen. Dus. Maar miauw hè? Ja. Jullie kijken naar de mama's vlog. Ik ben Dominika. Nou. Na. Ik ga jouw haar doen. Ja. Ga je op de poef zitten en ja. Dan... Oei, dan moet ik even naar school. Dit nog even inpakken en dan gaan wij zo naar school. In Amsterdam. Hè? In de PC Hofstraat. Waar ben je? In de PC Hofstraat. Daar. Zeg, hoe heurt het eigenlijk?
Nee, we waren bij de PC Hoofdstraat en we hebben bij de Van Balenstraat, daar hebben ze Petit Bateau en Sarah Holmes zitten. Vandaar dat we daar even waren. Ik heb bij Sarah Home echt super leuk. Kan jij ze eruit halen? Nee. Kijk. Merry Christmas. Ja, nieuwe slofjes. Ja, dat zijn deze met een strik. Met een strik. Ze zijn echt super leuk. Kijk nou, hoe leuk. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er zitten echt van die diamantjes op met een strikje. Super schattig. Dus die. En toen gingen we natuurlijk door naar Petit Bateau, want daarvoor kwamen we eigenlijk. Ja. En daar heeft Dominka een hele mooie jurk voor de kerst. Dat is deze. Kijk eens. Goeie. Gelukkig hadden ze hem nog. We hadden eerst een andere, maar die was helemaal uitverkocht, kom eens hier. Zo. Kijk nou. Hoe leuk. En dit, die details met bootjes op de knopen. Kijk, zo, dan loop ik zo mooi. Heel mooi. Voor de kerst en voor Boas voor de kerst. Een giletje. Met een vosje erop. Mama. Te cute ook. Dus die kan hij mooi over een truitje heen dragen. En dan hebben we ze. En toen kwamen we onderweg naar Brasserie van Dam, want daar hebben we heerlijk geluncht. Kwamen we deze tegen, deze winkel. Donsje Amsterdam. Ik volg ze dus op Instagram. En toen kwamen we ineens langs de winkel. Ik denk, oh, hier moet ik echt eventjes heen. Dat is deze. Hier is de bon. Hier is de bon. Ja, de bon. Donsje Amsterdam. Kijk. Supermooie winkel. Kijk. Supermooi pand ook. En daar hebben we deze kniekousen voor Domika gekocht. Ja. Die kan ze dan mooi onder de jurk. Echt van Donsje zelf. Echt super leuk. Ja. Dus. Ik wil ze nu even aanpassen. Ja, je kunt ze aandoen. Maar ik wil het even niet. Dus ik heb het nu al genoeg die, zo. Nou, toen hebben we echt super fijn geluncht bij Brasserie van Dam. Mega druk, maar echt een aanrader, want je wordt echt... Nou, ik denk dat we nog geen 10 minuten hebben gewacht op ons eten. En toen, vijf? Oké, nou, het was binnen 5 minuten. Hadden we ons eten. Het was echt top. Dus, een hele fijne dag gehad. Boas is op de kinderopvang. Die gaan we zo ophalen met een half uurtje. En dan begint onze kerstvakantie. Ik heb ook vakantie. Ik heb super lekkere chocolaatjes gekregen op mijn werk. Leuk hè? Die kregen we bij Sarah Home. Die kun je in je kerstboom hangen, Minka. Vind je leuk? Die is van Sarah Kerstboom. Of in je kerststukje. Sarah Kerstboom. Kerstboom. Ik wil een maar nieuwe. We hadden er toch nog één? Ja, die van de Minka, ja. Nou ja, oké. Okay. Deze komt toch thuis, ja. Ik had er nog eentje in de tas gedaan. Ik ben even niet waar. Nou, zeg. Nou ja, we gaan gewoon lekker gaan bonnen. Ik wil ik neem een glitsje. Ja, leuk. Zeg, okay. Ja, ik kom daar haar ik wil dat de gouden. Lekker gouden. Eten. Gouden. Wil je een gouden? Wat? Ja, doe ik aan wat de gouden. Nou, even lekker koffie drinken. Dan gaan we Boas ophalen. Het smaakt een beetje naar glitters. En dan het is een heerlijke begin van onze vakantie. Super fijn. Top. Je ziet het zelf. Dat je een fijne dag gehad. Alleen je bent aan het kwijlen, schatje. Want je hebt je hele... Ja, je hebt je hele mond vol met rauwkost. Wat lekker, hè? Hoe meer drink kan nog beter. Ja, maar je bent nu echt aan het proppen. Oeps. Even goed kouwen, hè? Ik vind het zo lekker, mama. Dat ik ja, je vindt het zo lekker. Gewoon zoveel mogelijk ga hamsteren. Hamsteren! In de hamsterbonus! Goed, in de herkansing. Ja, in de herkansing doen we gewoon een stukje voor stukje. Lekker. Nou, paprika. Ik hoef niet hoor. Ik heb niks.
Wij hebben lekker erwtensoep van hiernaast, van de groenteman. En gewoon eventjes wat lekkere dingetjes. Ja. Om een hele fijne dag af te sluiten. En Boas had het fijn, hè? Op de kinderopvang. Ja. Hé? Hé, wel een beetje moe, hè? En een grote buil op je hoofd. Kan er ook nog wel bij. Ja, natuurlijk. Ja, want, ja. Brokken piloot. Ik denk dus zeker niet dat ik het normaal kan doen, hè? Mm-hmm. Nou, goed. Mijn vinger doet. Zo. Het is zondag. De dagen voor kerst. Wat is er? Altijd blijven lachen. En in het kader van zoek even lekker de rust op. Ja. En lopen wij nu in het bos. Oh. Bij Zandvoort Noord. Ja. En ik hoop dat we zo bij Duin en Kruidberg uitkomen. Dan kunnen we daar nog even lekker wat drinken. Mag ik op de hoge berg? Oeh, die is wel heel hoog. Mag ik op de hoge berg? Zo hé, nou ga maar. Dat we allemaal tegen een verkoudheid aan zitten, eventjes een vitaminebom. Mama, is die cake Oh ja, en we hebben een cake in de oven staan. Ja, dat is goed voor de gezondheid, hè? Ja, dat is goed voor de gezondheid. Ja, goed voor de verkoudheid. Maar wel lekker voor de kerst. Dat vind je niet lekker. Oké, goed. Nou, we hebben echt lekker gelopen, we hebben lekker gegeten. En nu nog even wat fruit eten. Heb jij lekker gelopen? Ja, ik vind dat ik wel lekker gelopen heb. Gelukkig maar dan. Ik vind dat het wel fijn, maar... Je bent namelijk in het verleden was je niet gelopen. Bo was lekker op bed en wij gaan eventjes lekker fruit eten. Fruiten. En rolly rolly, en rolly rolly. Het wonder is geschied. Dominique heeft weer een tand eruit. En dat is trouwens mijn zevende. Ja. Die hebben er houdt geen tanden meer over. Hey. Nee, je moet straks naar het bejaardenhuis. Doe dat. Ik denk dat je eventjes je mond moet spoelen. Hij viel zo op je bord. Zo ga je douchen. En mama, nou, er zit ook nog bloed op mijn reislaap. Zie je dat? Ja, nou dat kunnen we wel wegdoen dan, hè? Dat is wel lekker hoor. Zo, oké. Nou, dat is de dinsdagochtend, half tien. Half
op 24 december. Het is vanavond kerstavond. De dag. En nu zitten we nog allemaal lekker in de pyjama. We gaan zo meteen naar Heemstede. Daar nog even de laatste kerstboodschappen doen. En dan gaan we gewoon een paar hele rustige dagen tegemoet. Ja, we mogen niet. Kerstdien. Morgen is het kerstontbijt. Kerstontbijt. Grote tas vol met vlees. Bij de bakker geweest. Allemaal lekkere dingen voor aankomende dagen. Oké, let's go naar huis. Ja, alleen nog even naar de groenteman. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar Albert Heijn te gaan met deze drukte. Jij wel? Jij wel? Nee, ik niet. Dus ik denk dat we alleen nog even naar de groenteman gaan. Mark, die is de hele weg vanuit Heemstede aan het niezen. Ik vind het zo grappig. Hachoo! Mist ik ook weer aan de snoer? Is in 10 fout dit, het niezen. Jij snot wel. De mensen geloven het nu niet, want je niest nu niet meer. Nee, maar mijn trap gaat wel lopen, man. Over me. Ik heb gewoon kippenvel op mijn tranen. Ja. Kijk hoe groot ze zijn. Oh. Hachi. Kijk, dat is onze groenteman, jongen. Kijk, het zijn Bergsteinlaarzen. Dat zijn eigenlijk de fijnste laarzen die er zijn. Ik moet even aandoen. Ja, dat kan. Dat kan nu nog. Ze zijn nu nog schoon. Maar Bergstein. Super fijne laarzen. Ik moet deze hier. Ja, dat klopt. En we hebben het bewust blauw genomen. En deze? Dan kan Boba ze gewoon ook weer aan. Die. Dus, Domika heeft nieuwe kaplaarzen. Nieuwe. Ik had toch. Mooi hoor. Ik had toch cheetah kap later. Wel heel cool. Nou, en ik heb dus al dit. Boba is lekker met de doos. We hebben echt super veel gehaald. Voor. Bij het kerstontbijt, bij Van Maanden, hadden ze afbakbroodjes. Super handig. Een paar sneetjes krentenbrood, want ik hoef niet zo'n hele grote. Dat is ook mama, wel fijn. Maar wat zijn dit? Maar mama, dit zijn toch de mais? Ja, ook maisbroodjes. Nou, Boas zit helemaal in de dozen op dit moment. Jongens, en bij All You Need Is Love doen Mark en ik altijd kaaskoekjes. Dat is een soort traditie geworden, dus die moesten er natuurlijk ook bij. En voor Dominka bonuschips. En ja, bonuschips. Kikkererwtenchips. Kikkererwtenchips, super goed alternatief voor aardappelchips, zeg maar. Nou, we hebben ook altijd koffie van de markt. Pet. Super. Nieuwe Himalaya zout. En... hummus voor vanavond. Hummus met je neus tussen. Dus ja, en we hebben voor hoe heet het? En voor de kerst hebben we een paar dingen van vlees, zoals longhaas, kalfs. Wat was het voor iets met kalf? Longhaas biefstuk. Ja, longhaas biefstuk, maar ook kalfs nog wat voor.
stoof om te stoven, runderstoof of kalfstoof kunnen we daarvan maken. Mama, nou weet je, mag ik alsjeblieft de plakband gebruiken? Ik zag onze... Leuk hè, Boas? Mag ik alsjeblieft de plakband? Al die papiertjes en zakjes en dingetjes. Hallo, kan je helpen? Breng me naar papa. Boas houdt van helpen. Ja. Mooi. Nou, ik ga nog even naar de groenteman, jongens. Want anders dan... Ik ben een robot. Verder doe ik niks meer vandaag. Mama, ik ben een robot. Het is nu bijna kerstavond. Het is 3:00. Marik is even hardlopen. Dominika zit even voor de tv. En Boas slaapt. Ik ben nu bezig met deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn. Ben ik aan het afmonteren. En ik plak dit er nog even achteraan. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet? Abonneren kan natuurlijk ook op de rode knop. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer. En dan zitten we helemaal in de kerstsfeer. Bedankt voor het kijken. Doei!